Mooi. Nou, het is tegenwoordig wat. Kapsalon gesloten, alle kapsalons gesloten en dat al vanaf 15 december. En dat voelt gewoon niet goed. Weet je, in het begin, dan snap je het allemaal. Je moet dicht met de salon vanwege de gezondheid van ons allemaal. Corona moet de deur uit, dus een lockdown is begrijpelijk. Maar nu het zo lang duurt, doet het pijn. En dat doet pijn in de portemonnee, dat lijkt me logisch. Steunpakketten die nu wel op gang komen, maar eigenlijk veel te laat. En daar heb ik last van, maar daar hebben mijn collega's last van. Daar hebben eigenlijk alle winkeliers last van. De stad is gewoon dood. En dat is zo, zo triest. En daarnaast, ons vak. Weet je, nou ja, zie het aan mijn eigen haar. Het is te lang. En zo lopen er heel veel mensen rond met veel te lang haar. Dat mensen geknipt zijn, dan zijn ze gelukkiger. Dan zijn ze, dan voelen ze zich gewoon prettiger. En kunnen ze ook deze moeilijke tijd beter aan. Maar goed, het mag nog steeds niet. En daarnaast, als we kijken naar een aantal andere contactberoepen, zoals de tandarts bijvoorbeeld. Ik was er van de week. En dan lig ik daar met mijn mond open. En ik zeg tegen de tandarts later, ik zeg, hoe kan het nou dat jij wel mag werken en ik niet? Niemand geeft ook aan. Hij zegt, joh Frank, bij jullie in de zaak gaat het eigenlijk veel en vele malen veiliger dan hier. En zo voelen wij dat ook. Wij hebben als kapperspak hebben wij een protocol. Dat hebben wij na de eerste lockdown vorig jaar opgesteld, samen met de vakbonden. En daar kunnen wij heel goed mee uit de voeten, veilig mee uit de voeten. En dan is het gewoon zo triest dat het nu nog steeds niet kan. Daarom, wij hopen echt, en wij hopen zo verschrikkelijk echt, dat wij op 3 maart de kapsalon weer mogen opengooien. Dat we gewoon weer mogen knippen, dat we onze klanten weer mogen ontmoeten. Die missen we. Ik mis mijn klanten, maar ik weet van mijn collega's hier in de stad, met de collega's hier in het land, je mist gewoon je klanten. Ik moet er niet aan denken dat wij komende woensdag, na de persconferentie, de klanten allemaal weer moeten afbellen om de afspraken te gaan opzetten. Dus eigenlijk is het ook een oproep aan de politiek van, please, laat ons gewoon weer lekker werken, veilig werken. We dragen mondkapjes, we hebben alles voor elkaar, met afstand tot elkaar. We hebben kapperstoelen voor een deel uit de salons gehaald om de afstand te kunnen bewaren. We werken in ploegen waar nodig, zodat we met niet te veel mensen in de kapsalon werken. Alsjeblieft, laat ons gewoon ons werk weer doen.